Voilà, iedereen en weer al leuk dat je nog eens een keer komt zien. Hè. Ik weet niet of dat je dat vorige video ook heeft gezien, maar hè, ik heb al serieus rond stripmannen geweest. En ja, in deze video ga ik diamantjes hunten. Hè. Ik heb een plekje gevonden. Ik heb het allemaal al via de stripmining. Heb ik allemaal alle gangetjes gemaakt en heb ik een paar diamantjes gevonden. En dat wou ik dan speciaal minen. Dat wou ik dan speciaal tonen tijdens een opname, hè, dus tijdens deze video uiteindelijk. En zoals je al zei, heb ik ook al heel veel stof bij je. Ik weet het nog niet, want ik zou het eens een keer moeten vergelijken met het lijstje waar we allemaal nodig hebben voor die basis. Volgens mij heb ik eigenlijk al iets te veel. Maar weet je, ik kon het even zo meepakken, zie, naar mijn mine. En voor degenen die nog niet goed weten wat dat ticket is, ja, ticket is zoals dingen, als Minecraft. He, dus je ging er nog eens een keer, je moet zorgen dat je de nacht kunt overleven. En je ging erachter. Eerder heb ik een beetje geluk gehad dat ik een village dorpje heb gevonden, dat ik dat heb aangeslagen, dat ik door een muurje heb rondgezet. Ik heb juist iets te veel graanveldjes stond, dus daar moet ik nog een deel van terug afbreken, maar weet je, dat we offline doen. Hè. En hier heb ik besloten om mijn dingen te doen, hè. Dus mijn mineshaft. Maar nu heb ik eigenlijk eens een vraagje, want hier lopen natuurlijk villagers rond. Kan ik die villagers, want die hebben eigenlijk allemaal al iets dat ze verkopen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Kan ik die aanslagen, die villagers? Kun je die vergelijken met de gewone villagers in de gewone Minecraft? Om mee te kunnen onderhandelen. Dus, of is dat niet een ticket? Want dat is eigenlijk iets dat ik niet goed weet. Maar zwart, ik moet heel diep een deprekking. Ja, dat is meestal zo. Als je diep wilt gaan, dan moet je heel diep gaan natuurlijk. Dus dat is in, met alles zo. Maar wacht. Nu gaan we het toon even over hebben. Hè, want stel je voor dat er kinderen van 12 jaar ontkijken zijn. Maar zie dus ons, hè, jongens. Dus... Hoi, nou is er ook al een villager naar beneden. Dag meneer de villager, ik zou graag hebben dat je eigenlijk terug naar boven gaat. Ja, nee. Ik vind dat niet kunnen van u. Goed, oké. Dan moet ik eens even zien waar ik die diamantjes heb gevonden. Dus we moeten wachten als je hier gelukkig bent. Goed, dan blijf je maar hier hangen. Hè. Wacht, hè. Waar heb ik mijn die villager heeft die diamanten toch niet aangeslagen, hè? Want dan maak ik hem af. Dat gewoon niet schoon zijn, hè? Ja, oké. Okay. Diamantjes, weer daar. Ja, maar weet je, intussen daar kan ik die gangetjes in sloten zien. Hè? Dus ik weet niet of je stripminen kent, maar deze is dus volgens mij stripminen. Dus je pakt altijd zo het derde plekje, hè? Komt even tonen, hè? Als je naar hier... Zo, voilà. En dan hier in deze gang kon ik terug nog in de rechter. Oh, hier is weer al ijzers. Hè. Dus oké, hier mag ik een fakkeltje zetten. Voilà. Dus, en dan kan ik de steentjes aan die kant zien. En ik kan de steentjes aan deze kant zien. Dus, maar hetgeen ik nog niet zien, zijn die diamanten. Diamantjes, where are you? Ik heb ook zo een klein hoekje dus moeten maken. Eigenlijk, maar... Zwaast dan niet, jongens. Zeg nou niet dat je die diamantjes weg zijn. Oei, hier is traai. Oei, hier heb ik een kleine vergissing begonnen. Oké, okay, goed. Tellen is ook nog niet goed geweest bij mij. Oh, wel. Oké, okay, goed. Gewoon even deze gang in. Wel, weet je, in ieder geval, in tussentijd, laat ik je kolonier al eens een keer zien waar dat stripmine is. Hè. En dan, dus in deze gangjes heb ik al die stof gevonden. Zot, hè? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat zotjes. Het zijn allemaal twee en die in de ene gang is draai. Dat is niet goed, hè. Niet flink gewerkt. Ah, eerste, daar, hè. Voilà, jongens. Kijk eens aan. Dus ik heb, dan moet ik ook eerlijk toegeven, hè, zoals je al zei, en vooral hier dat ik vragen kon krijgen van alle opmerkingen, alhoewel dat je dat zeker zou appreciëren. Maar ik heb, een diamantje... piekjuweeltje geschopt. Ik heb dat gepikt. Ja, sorry, maar ik kwam te veel stof tegen en daar hadden dus dat voor nodig eigenlijk. Hè. Dus met gevolg van, goed, maar in ieder geval, dat was hetgeen dat ik hier eventjes wil laten zien.
Nu is ik ook eigenlijk een beetje ontdenken om deze gang eens volledig open te trekken. Wat denken jullie? Zou dat verstandig zijn of is dat een stoeme zit? Dus maar dat ga ik nou niet hier doen. Hè. Ik bedoel, dat gaan we offline doen. Hè. Dus zodanig dat we dat allemaal kunnen doortrekken. Voilà. Zo. Komt goed, hè. Komt goed. Voilà, hè. Maar in ieder geval, jongens. Zoals dat gewoon mijn video's hiervoor hebben bekeken. Dan bedenk ik alweer al dat je deze video ook al ziet. Dus waarschijnlijk komt deze video vlak voor kerstmis uitkomen. Waarschijnlijk dan toch. Dus mocht ik het dan toch niet meer zien, in ieder geval een fijne kerstmis gewenst. Door het lekker eten, goed drinken, nog lang welke leeftijd dat je natuurlijk hebt. En dan respect maar de kiddiebol, voor de minderjarigen onder ons, kiddiebol. Dan heb ik in mijn kinderjaren ook altijd aan het drinken geweest en dat vond ik ook heel lekker. Voilà, is er buiten. Ja, maar ik zou graag hebben dat je dat niet meer doet. Wacht. Ik wil, wacht, ik kan hier zo'n dingetje even zitten. Ik kan hier zo'n drapje zitten. Allee, zo'n spul zitten dat hij er niet meer in kunnen want dat is niet de bedoeling uiteindelijk. En dan ook even zo naar mijn oorzaken zoeken. En dan is ik allemaal nog een hele fijne dag verder. Groetjes.